Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Zo, even mijn broekspijpen goed doen hoor. Ja. Jaren geleden was ik hier ook. Was het Pinkster. Toen hadden we ook de profetische middag. Dat was heel mooi. Ik weet nog dat het was met de opwekking volgens mij. Was ook gaande toen. En toen stroomde het van de regen. Toen ik hierheen reed. En ik weet nog, Hans, dat je toen vertelde, we waren aan het bidden. En Hans vertelde van, ja joh, jullie, er is op dit moment een wonder gaande. Heel Nederland was bedekt met regen. Maar er ging een soort cirkel, een soort oog over dat gebied bij Walibi, Flevo, ging daar overheen. Dat bleef daar op dat moment, terwijl die sing-in geloof ik gaande was, bleef het daar heel mooi droog. Ik weet niet of dat de hele tijd zo is geweest. Volgens mij waren er toch wel mensen ook nat geworden dat weekend. Maar in ieder geval op dat moment was dat gaande. Dat was natuurlijk heel bijzonder. En ik moest er even aan denken waarom. Ik kom uit Nijkerk. En daar ben ik betrokken bij een stichting, Streams. We willen daar het Koninkrijk van God brengen door allerlei verschillende panden en dingen heen. En over een week of twee gaan we daar een gebedsmoment houden. Onder het thema Let It Rain. En Nijkerk, misschien ken je dat, is bekend vanuit het verleden. Is een grote opwekking geweest, 1749. Kun je allemaal nalezen op internet. Wat uiteindelijk uitgewaaierd heeft over de hele Veluwe heen. Dus die hele Bijbelbelt, zoals ze dat oneerbiedig noemen. Dat ontstond zeg maar vanuit dat centrum, vanuit Nijkerk. En vanuit dat huis van gebed, waar ik ook bij betrokken ben, gaan we weer opnieuw bidden voor een... Ja, dat God gewoon iets nieuws gaat doen. En niet weer hetzelfde gaat doen, want God is altijd nieuw en vernieuwend bezig. Maar dus als je een bidder bent, over 2 weken op zaterdag, vanaf 2 uur geloof ik, in Nijkerk. Maar goed, ik ga het vandaag hebben over het profetische woord van God. Het profetische hart van God, Teunis heeft ons daar heel mooi in meegenomen. En ik had het profetische woord van God toebedeeld gekregen. Of tot me genomen, werd ik niet meer. Maar dan krijg je dat. En ja, ik weet niet hoe dat jullie dan vergaat. Maar dan ga je dan over nadenken. Van oké, waar gaan we het over hebben dan? Precies. En dat weet ik nog steeds niet eigenlijk. Dat is graag. Nee, een paar maandjes geleden, toen wij dit hierop uitkwamen, deze conferentie, toen gingen we daar dus over nadenken. En het profetische woord van God. Het grappige is, ik zat hier net zo, terwijl Teunis net begonnen was, schreef ik nog even 1 regel op. En ik zal zeggen wat er staat. Het getuigenis over Jezus is de geest van profetie. Ja? Het getuigenis over Jezus is de geest van profetie. Ik had het opgeschreven. En Teunis zegt, nou, ik wil jullie eerst even meenemen naar Openbaring 19. Naar dit vers. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Want ik had dit vers vorige week, een keer in mijn stille tijd, was mijn openbaring aangekomen. Nou, openbaring is een serieuze klus voor je stille tijd om daar even doorheen te akkeren. Gelukkig doe ik dat niet in 1 keer, maar dan nog is het pittig. Maar openbaring 19, ja, ik las dit ene zinnetje. Je zei al, ja, daar kun je heel lang op kouwen en op mijmeren. En dat overkwam mij dus ook. En ik dacht, hey, wauw, het getuigenis over Jezus. Dat is de geest van profetie. Ik denk, nou die ga ik meenemen. Volgende week, zondag. Maar goed, dat heb jij ook bedacht. Prijs God dat u dat mooi samenbrengt. Hey, ik wil jullie een paar lagen eigenlijk meegeven. En waarschijnlijk vertel ik helemaal niks nieuws, maar misschien wel. En doe er je voordeel mee. Ik wil wat vertellen over het profetische woord van God. Allereerst hangt dat samen met God zelf. Dus met het begin. Het hangt natuurlijk samen met Jezus. Dat hebben we net gezegd vanuit de openbaringen. Het levende woord. En met Gods geest die wijsheid is. En het woord levend maakt. Want weet je, als de Bijbel spreekt, dan spreekt God.
Waar wil ik het met jullie even over hebben deze middag? Voordat ik ga doen, wil ik eerst God uitnodigen. Vader, dank u wel. Ik hoef u helemaal niet uit te nodigen, want u bent hier al lang, Heer. Dank u wel dat u hier bent. En Heilige Geest, op dit moment ja, wil ik u bidden, Heer, dat u deze ruimte, onze harten opent. Vader, dat we ja, mogen luisteren naar uw woorden. Ik bid ook dat het niet mijn woorden zullen zijn die klinken, maar dat het uw woord is. Heer, het gaat ook niet om mij als persoon, Heer. Het gaat om uw Koning Jezus. De Heer der Heren. We prijzen uw naam, Koning Jezus. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Het is vandaag Palmzondag. Ik zag die hele mooie palmboom ding hier staan. Toen moest ik daar aan denken. Ik denk, het is vandaag Palmzondag. We gaan inderdaad naar Pascha toe. Door het helaas er al over. Het is vandaag Palmzondag, Palmpasen. Ja, waarin er met takken werd gezwaaid. En werd gezegd, yes, gezegend Hij, Jezus, die komt in de naam van de Heer. We prijzen zijn naam. Hey, toen ik dus met God zo bezig was en zei van, oké, Heer, wat ga ik dan doen? Wat ga ik zeggen? Toen kreeg ik Spreuken 24 in gedachten. En ja, ik weet niet hoe dat met jullie vergaat als je Gods stem probeert te verstaan of hoe dat zit of hoe dat werkt. Maar ik vind dat altijd wel een beetje spannend. Want dan denk ik, oké, ik ben heel benieuwd wat er nou weer in Spreuken 24 staat. Want die had ik even niet zo heel scherp. Sommige teksten die weet ik nog ongeveer, maar Spreuken 24 niet. Dus dan ga je lezen. Nou, ik wil een aantal versen voorlezen. Vers 3. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door inzicht houdt het stand. Door kennis worden de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht. Alleen een wijze heeft kracht en inzicht maakt hem sterker. Als je naar Spreuken gaat, lees je helemaal in het begin dat wijsheid is ontzag voor de Heer. Ja? Dus als Salomo bidt om wijsheid, dan bidt hij dus eigenlijk, geef mij een groter ontzag voor u, Heer, voor u, mijn God. En weet je, als je die wijsheid, als je Gods wijsheid tot je neemt, staat verderop in Spreuken 24. Mijn zoon, mijn dochter, zijn wij allemaal zonen en dochters, eet honing. Dat is goed voor je. Zoete honing streelt de tong. En zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst. Je hoop gaat niet verloren. Spreuken 24, vers 13 en 14. En daar wil ik zo meteen nog een aantal keren van terugkomen. Allereerst wil ik heel even gaan naar Johannes. Johannes 17, vers 17 tot 19. En eigenlijk haalde Teunis dat al eventjes aan. Je had het over die reiniging, hè, van de gemeente, de heiliging. En in Johannes 17 gaat het over, is zeg maar het laatste avondmaal. Jezus zit daar met zijn discipelen. En op een gegeven moment gaat hij daar uitbidden. Hij zegt tegen God, heilig hen, dit zegt hij tegen zijn discipelen, heilig hen dan door de waarheid, uw woord. Ja, dus hier hebben we weer het woord van God. En dat staat meteen in het licht, er wordt gelijkgesteld aan waarheid. Dus Gods woord is waarheid. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. En ik, Jezus, zegt hij tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons. Ik zend hen naar de wereld, zoals u, God, mij, Jezus, naar de wereld gezonden hebt. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Dus wat zegt Jezus hier tegen zijn volgelingen, tegen zijn discipelen? Door mij, door Jezus, door het bloed van het kruis, zijn wij geheiligd. Zijn wij geheiligd. Ja? En die heiliging, die dood van Jezus, die maakt voor ons ook weer heel veel mogelijk. Want het geeft ons de opdracht om
Jezus te gaan vertolken en verder te gaan brengen. En het bijzondere is eigenlijk dat wat Jezus hier zegt, die heiliging, dat heeft ook te maken met de offers, vanuit, waar we het net ook over gelezen hebben. De beweegoffer bijvoorbeeld. He, dus in het Oude Testament zie je allerlei voorafbeeldingen naar uiteindelijk naar Jezus toe. En ja, natuurlijk is dit gebed niet alleen voor die discipelen, voor die leerlingen. Het is ook voor ons. Het is voor ons, voor zijn volgeling, voor de kerk. En God spreekt in het begin, in ons woord spreekt hij. En hij zegt, en daar lees je, dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld. Ja, dus wij zijn gemaakt naar het beeld van God. En weet je wat ons nou onderscheidt van al die andere schepselen, van al die andere mooie wat God gemaakt heeft? Dat is het gebruik van woorden. Wij kunnen spreken. En door het gebruik van woorden heeft God eigenlijk toegang gegeven tot hemzelf. Want we kunnen daardoor met hem in connectie komen. Hij kan tot ons spreken. Wij kunnen tot hem spreken. En zo kan er verbinding en relatie ontstaan. En daarmee hebben wij ook toegang gekregen tot de waarheid. En de waarheid is niet zozeer 2 plus 2 is 4. Dat is ook waar. Maar het gaat om de waarheid over wie is God. Wie is God voor jou? Wie is God voor mij? Hij is machtig. Hij is de schepper van al wat leeft. En hij is mijn liefdevolle papa. En ook die van jou. En die waarheid wil God in jou en mij leggen. Die wil die brengen, elke dag weer opnieuw. Weet je? Ik zei net al, wijsheid is ontzag voor God. Ontzag voor God. En dat ontzag voor God, dat kun je ook terugvinden in de Bijbel. Als God de wet geeft. Als God de wet geeft op de Sinaï. Want dan zegt hij tegen het volk, stap achteruit. Ga van die berg af. De dieren moesten ook van die berg af. Hoe komt dat? Dat komt door Gods heiligheid. En die 10 geboden, die wet, die heeft God niet voor een bepaalde tijd gegeven. Want er staat in Deuteronomium 4, vers 5 tot 6. Daar wordt de wet voorgesteld als het fundament van wijsheid. Dus de wet is het fundament van wijsheid. Waarom? Omdat de wet eigenlijk ons wil wijzen op wie God is. Niet op wat wij moeten doen. Nee, dat komt voort uit wie God is. Ja, en de wet is in die zin niet afgeschaft. Jezus die preekte alleen maar uit het Oude Testament. Niet uit het Nieuwe Testament. Die had hij helemaal niet. Ja, dus hij moest teruggrijpen op dat Oude Testament. En dus ook uit die wet. En hij zegt, jongens, ik heb er niks aan afgedaan. Kijk, waar hij op tegen was, was op die fariseeën die allerlei dingen aan die wet hadden toegevoegd. En die hem zelf eigenlijk niet volbrachten. En terwijl hij de enige was en is die de wet volkomen heeft volbracht. Weet je? Wat de Heer opdraagt aan jou en aan mij, dat is goed. Dat is goed voor ieder mens. En in de Bijbel, ik zei het al, de Bijbel is het woord van God. Ik krijg maar een te pakken, nu wel. De Bijbel is het woord van God. En hierin staat de verlossingsgeschiedenis beschreven. Van A tot en met Z over, eigenlijk over Jezus. Het gaat alleen maar over Jezus. En in Deuteronomium 18 staat het volgende vers. Dat is Mozes die spreekt weer tot het volk Israël. Er staat, hij zal in hun midden profeten laten opstaan. Profeten zoals ik, Mozes. Naar hen moet u luisteren.
Want u hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd toen u op de Horeb bijeen was. U zei, wij kunnen dat stemgeluid van de Heer kunnen we niet verdragen. Hè? Dat was dat ontzag van God. Ze werden zo geconfronteerd met de grootheid van God. Ze konden het niet verdragen. Ze zeiden, Heer, stap achteruit. Mozes, kan jij niet tussen beiden komen? Dus Mozes werd de stem van God, die kwam tussen beiden te staan. En zo is Jezus de nieuwe middelaar van het nieuwe verbond geworden. De Heer zei tegen Mozes, nou, dat is wel goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan, zoals jij, Mozes. En ik zal hun mijn woorden ingeven. En zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Dus God roept eigenlijk in dit vers, het profetenambt roept hij dan tot leven. En dat ligt dan in het verlengde van de taak van Mozes. Het overbrengen van het woord van God aan zijn volk. En in het Nieuwe Testament, dan zie je natuurlijk dat Jezus die taak op zich neemt. En hij voltooit eigenlijk die profetenambt, die taak. Hij zegt, dat doet hij door enerzijds door zijn woord, wat hij brengt, en anderzijds natuurlijk door zijn daden, waarin wat allemaal voorzegd is, wat hij heeft gedaan in het Oude Testament. Hoe weet je nou dat Jezus de vervulling is van die belofte? Net zoals de discipelen dat geloofden. Ik zei net al, die discipelen die hadden geen Nieuwe Testament. Die moesten het doen met het Oude Testament. Met de belofte aan Abraham gegeven, aan David, er komen nieuwe koningen. En uiteindelijk zal er een nieuw verbond worden opgericht. Dat is natuurlijk door Jezus is dat gekomen. En uiteindelijk zal ik die wet, die in het Oude Testament gegeven is, zal ik in de harten gaan schrijven van mensen. En dat is natuurlijk ook gebeurd met Pinksteren. Dan wordt die wet in ons hart geschreven, dan legt hij zijn geest in ons en dan zegt hij, en daarmee wordt het mogelijk, zeg maar, om hem te volgen en te dienen. Dus dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Bijzonder is het verhaal van Jezus, is als je kijkt in het Oude Testament, waarin alles voorzegd is en geschreven is, dan begint op een gegeven moment Matthäus met een geslachtsregister. Nou, dat is best wel saaie kost misschien. Maar het bijzondere is dat je daar leest dat Jezus de 7x7 is. Het gaat daar over een aantal geslachten die beschreven worden. Een aantal geslachten. En Jezus is daar uiteindelijk de 49ste. 7x7. 49. 49 is in de Bijbel het getal van het Sabbatsjaar. En wat volgt er daarna? Het jubeljaar. Dus het bijzondere is, het is ook weer geniaal van de Heer, hoe hij dat ook weer uitgedacht heeft. Dus Jezus is het Sabbatsjaar, rust in mij, rust in Jezus. En vanuit daar het jubeljaar, het vrederijk van wat Jezus uiteindelijk gevestigd heeft. Dat is zo prachtig, zo mooi om dat te weten. En die Jezus, die is het woord. He, want in het begin was het woord, logos, jij noemde hem ook al. He, in het begin was er eigenlijk logica. Jezus is eigenlijk de logica van God. Als je naar Jezus kijkt, zie je God. Wil je God kennen, kijk naar Jezus. Het woord betekent eigenlijk Gods zelfonthulling of Gods zelfopenbaring. En zo maakt hij zich bekend. En verderop lees je dan, het woord, Jezus, is vlees geworden. En zo wordt eigenlijk God zelf openbaar. God stuurt de God-mens, die tegelijk mens-God is, naar jou en naar mij, om met hem een levende relatie aan te gaan. Om met hem te spreken. En hij maakt die weg die verbroken was, die herstelt hij weer dankzij het kruis. Jezus die leest voor uit Jesaja.
Heden zijn de woorden in vervulling gegaan. Hè? Want hij zegt, hij is die profeet. Ik moet af en toe een beetje doorscrollen, want er zit er soms wat overlap in met wat jullie wat eerder verteld is. Dus ik moet af en toe even schakelen, mensen. Ik hoop dat jullie me dat vergeven. Als je kijkt naar het woord, dan is het eigenlijk wel leuk om te kijken naar Psalm 119. Het is het grootste, het langste hoofdstuk uit de Bijbel, Psalm 119. En daar staat natuurlijk een bekend vers in. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En Psalm 119 is eigenlijk een ode aan het woord van God. En je ziet dat degene die die psalm geschreven heeft, vol is over God, over zijn woord. En tegelijk ook ja, verdrietig over de mensen die dat woord niet volgen. Die daar niet in wandelen, die daar niet naar leven. En kijk, als jij het woord van God, als je dat niet neemt, als je dat niet tot je neemt, dan kun je dus ja, verkeerd gaan denken over jezelf. Verkeerd gaan denken of gaan spreken over situaties. Omdat Gods woord bevat de waarheid. Het ging net, volgens mij ook in jouw woord, Teunis, ging het over de kerk, over de bruid. En Jezus is de bruidegom. In Johannes 3 wordt Jezus geïntroduceerd als de bruidegom, voor het eerst. En heel grappig dat in het hoofdstuk daarna, Johannes 4, staat het bekende verhaal van Jezus die bij de put aankomt. Die Samaritaanse vrouw. En die gaat aan hem vragen. Waar vindt de ware aanbidding plaats? Moeten we dat bij ons op die Gorizim, hoe heet die berg, doen? Of is dat in Jeruzalem? En daar was al een discussie over met die Samaritanen. Het gaat daar over ware aanbidders. En hier wordt dus... ik zei net al, de bruidegom is daarvoor geïntroduceerd. En als je naar het Oude Testament gaat, dan zie je dat bij zo'n put heel veel grote aartsvaders, Isaac, Jacob, maar ook Mozes, die hebben een bruid ontmoet bij de put. De bruid wordt vaak natuurlijk het volk van God genoemd, Gods volk. En we zien hier dus de vraagstelling van God ontstaan, of eigenlijk van die vrouw ontstaan, waar vindt de ware aanbidding plaats? Nou, dat is dus bij de put, bij de bron van levend water. En ware aanbidding vindt plaats als je daarvan drinkt, en als je de geest tot je neemt, en wat gebeurt er dan? Dan komen er stromen van levend water. Die komen dan uit je binnenste. Christus is degene die de weg vrijmaakt tot de Vader. En de Heilige Geest is degene die voortdurend Christus Jezus groot wil maken. En voortdurend wijst op God die de weg van verzoening voor ons plaveide. En de Heilige Geest die zegt, kijk naar Jezus. En Jezus zegt, kijk naar God. En zo worden wij uitgenodigd in die drie eenheid om daar onderdeel van te zijn. Ja, Jezus die brengt de waarheid en de volmaking van alle instellingen die in het Oude Testament allemaal beschreven en bedacht zijn. En wat zegt Petrus? Petrus zegt, wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet er wel aan om daar acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duister plaats. Profeet, profeteren, dat woord komt 450 maal ruim voor in het Oude Testament, ruim 200 maal in het Nieuwe Testament. Dus er wordt heel veel over geschreven. En het is altijd van belang om te weten, oké, hoe toets je dat dan? Nou ja, eigenlijk staat er in Deuteronomium 18 daar wel wat over. Vers 21.
Als een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de Heer geweest, staat daar. Maar goed, wat Turnus ook al zei, profetie, wij denken vaak dat het gaat over toekomstvoorspelling en over straks en later. En ja, dat is het ook. Hè. Jona die heeft ook een serieuze opdracht te melden. Komt overigens niet uit. Want God is ook een God die naar ons luistert en vergevend is als we berouw en inkeer hebben. Maar profetie gaat vaak over bemoediging. En over leven uitspreken. Over mensen om je heen. Weet je, de profeten die waren ook veelal bezig om mensen op te roepen om te bekeren. En terug te keren tot Gods wetten. En dus als jij uitspreekt, Teunis, over dat God zijn kerk oproept tot reinheid en heiligheid, dan is dat zeker een profetisch woord. Want dat is niets anders dan wat de profeten in het verleden eigenlijk ook deden. En we kunnen allemaal gaan wijzen en geroepen naar andere mensen en zij moeten en weet ik het wat. Maar de opwekking begint bij onszelf. Het begint bij onszelf. In het Nieuwe Testament zie je profetie terugkomen als een van de gaven van de geest. He, dus wat je in het Oude Testament las, dat mensen soms geraakt werden door de geest van de Heer raakte op mensen, daarom begonnen ze te profeteren. Gebeurt dat in het Nieuwe Testament ook. Wij hebben de geest van God gekregen, we hebben allemaal de mogelijkheid om te profeteren. We hebben het vanmiddag al mogen ervaren met elkaar. Misschien voor het eerst, misschien al zo vaak. Maar Gods geest wil allemaal door jou en mij heen werken. We zijn allemaal een instrument in zijn handen. Het enige is dat in het Nieuwe Testament, in die Nieuw-Testamentische gemeente, waren natuurlijk heel veel dingen nieuw. He, dus er ontstonden allerlei nieuwe gebruiken. Mensen gingen profetische woorden uitspreken, maar gelukkig waren er ook mensen die dat dan weer konden uitleggen. En dat was ook nodig, weet je waarom? Omdat er sommige gemeenten waren, de gemeente van Thessalonica bijvoorbeeld, die vond het allemaal een beetje lastig, dat profetische. Het vond een beetje spannend. Ja, hoe zit dat nou? Hoe werkt dat nou? En zij hadden eigenlijk maar een beetje besloten van, nou, laten we geen risico's nemen met dat profetische. Want het is, ja, weet je, straks gaan we dingen zeggen die niet kloppen, die niet waar zijn. Dan krijgen we een valse profetie. Maar Paulus, die gaat ze dan vermanen. En hij zegt, ga door met het toetsen. He, dus met het uitspreken van profetieën en ga dat ook toetsen. Omdat het per saldo toch door de geest gegeven leiding is. Hij zegt, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij jullie ingeeft. Onderzoek alles en behoud het goede inderdaad. Onderzoek alles en behoud het goede. 1 Thessalonicenzen 5. Maar de apostelen bedoelen in hun brieven met profetie meestal niet die dagelijkse leiding door de geest. Zij bedoelen veelal die verlossing vanuit het Oude Testament. Het evangelie. Die geest van Jezus, waar we het net al over hadden, is de geest van profetie. Petrus, die zegt in hetzelfde vers wat ik net even aanhaalde, iets verderop zegt hij over de boodschap die hij predikt, zegt hij: toen wij u de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, toen baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Nee, de stem van God hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Jezus op de heilige berg waren. En de conclusie die hij daaruit vervolgens trekt, ik heb het net al aangehaald, en wij achten het profetische woord des te vaster en gij doet er wel aan om daar achter te slaan. Ja. Johannes 12 had ik toen voor mezelf opgeschreven. Heb jij ook al geciteerd? Vond ik ook zo grappig.
In Johannes 12 staat het volgende. Vers 47. Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Zegt Jezus. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen. Nee, ik ben gekomen om de wereld te redden. Wie mij, Jezus, afwijst en mijn woorden niet aanneemt, die heeft al een rechter, zegt hij. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. En ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft. Als je Jezus, het levende woord, als je dat hoort, maar je neemt dat niet aan, dan zal Hij, Jezus, ook niet over jou oordelen. Want Hij is gekomen om de wereld te redden. Zijn naam, Jezus, betekent God redt. Dus zijn naam, Jezus, is wat Hij ook doet. Ons redden. En als jij die redding die voor jou klaar ligt, als je die niet aanneemt, als je dat niet tot je neemt, dan is dat je rechter. Oftewel, jij bent nu dood, dus kies voor het leven. Kies voor Jezus. Kies je niet voor Hem, blijf je in de dood. En dat is ook een keuze. Kijk, ik moest erover nadenken, omdat ik kom uit een gezin met 4 jongens. 3 ervan doen niet zo heel veel meer met de Heer. Ik denk dat ze nog wel geloven in God. Maar goed, dat doen de demonen ook, lees ik ergens in Gods woord. Dus dat is lastig. En ik weet nog, een van mijn broers, mijn oudste broer, die zei ooit een keer, ja, weet je, ik geloof niet in een God, joh, die mensen naar de hel stuurt. Geloof ik niet. Want, ja, wat is dat voor God, joh? Wat is dat voor verhaal? Wat is dat voor een zwaard van Damocles dan, hè? Dus als je dat niet doet, dan, ja, dan ga je naar de hel. Maar het is zo andersom. Want het is de staat waarin wij als mensheid verkeren. Het is, we gaan naar de hel, lieve mensen. Maar God heeft zijn hand uitgestoken. Hij zei, jongens, ik wil je daarvan redden. Ik wil je ervan redden. Als je zijn woord, als je Jezus, hemzelf aanneemt. Als je de wijsheid vindt. Als je wijsheid vindt, dan kies je voor het leven. Je hoop gaat niet verloren. Laat het net, hè, uit Spreuken. Als je zijn woord, als je Jezus, hemzelf, als je hem aanneemt, als je wijsheid vindt, kies je voor het leven. En je hoop gaat niet verloren. Weet je, in Jacobus 3, vers 13 tot 18, daar staan een aantal kenmerken van de door God gegeven wijsheid. Ik zal het voorlezen. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, dan kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, daar vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven, daarentegen, is voor alles zuiver. En verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en ze brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht.
Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die in vrede, die de vrede stichten. De kenmerken van de door God gegeven wijsheid, die hier beschreven worden, liggen eigenlijk heel veel bij die van de kenmerken die we uit 1 Korinthe 13 bijvoorbeeld kennen. De kenmerken van de liefde. Of de gaven van de geest uit Galaten 5. En Jacobus, die spreekt in zijn boek nergens over de geest van God. Het gaat bij hem niet over de geest van God. Bij hem gaat het over de wijsheid. De wijsheid. En als je wijsheid vindt, heb je een toekomst. Je hoop gaat niet verloren. En zo zie je dat Gods woord, profetische woord van God, levend geworden is. Dankzij Jezus, het is vlees geworden. Het is mens geworden. En Gods woord is wijsheid. En hoe komt dat woord tot leven? Als je het tot je neemt. Als de geest in dat woord komt. Wat Gods wijsheid is. Dus Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En het grijpt allemaal in elkaar door. En als je zijn woord, als je dat hoort, maar het niet aanneemt, als het niet ontkiemt in je hart, dan blijft het dood. Maar door zijn geest kan het gezaaide woord ontkiemen bij jou en bij mij. En zo kun jij zelf leven voortbrengen. Voor de mensen om jij heen. En dus het profetische woord zijn in de levens van de mensen om je heen. Het getuigenis over Jezus is de geest van de profetie. En de geest van God spreekt door middel van profetie door jou en door mij zijn medewerkers heen. En die woorden die gaan dan, hebben betrekking op het plan van God. Op de waarheid. De waarheid die God voor ogen heeft. De waarheid die God voor ogen heeft voor jou en mijn leven. Het gaat hier dus niet over wat wij over Jezus moeten getuigen. Het gaat hier over wat Gods geest door de gave van profetie wil vrijzetten bij jou en bij mij. En wat hij openbaart. En aan ons is het, lieve mensen, om daarin te activeren. Om het te grijpen. Om het te grijpen, ons uit te strekken bij die Heilige Geest die door jou en door mij heen wil spreken. En zo leven wil voorbrengen bij jou en bij mij. Want God inspireert door zijn geest. Nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spreken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Zo zegt Petrus. 2 Petrus 1, vers 21. Profetische woord van God. Jezus. Leven. Aan jou en aan mij is die uitdaging om dat te brengen. Elke dag opnieuw. Ik weet nog dat ik een jaar geleden hier stond. Daar heb ik een aantal voorbeelden gegeven hoe ik dat in mijn leven ontdekte. Hoe dat dan kan, hoe dat werkt. Hoe ik daarin op mijn plaats ben gegaan. Want het is een avontuur om samen met God te wandelen. Het is een avontuur om om uit te stappen. Om op mensen af te stappen. En te zeggen, hey, ik ervaar dat God misschien een woord voor je heeft. Mag ik dat tegen je uitspreken? Mag ik jou zegenen? Ik wil tegen jou zeggen, God houdt van jou. Hoe vaak heb je dat gedaan in je leven? Om mensen op die manier te bemoedigen. Weet je, ik heb ontdekt dat niet-christenen het heel, heel bijzonder vinden als jij tegen ze zegt, ik bid voor jou. Jij? Voor mij? Ja, ik bid voor jou.
Ik bid voor jou. Want ik geloof dat God heel veel van jou houdt. Dat hij je innig lief heeft. En weet je dat die mensen soms... Ik heb mensen die staan gewoon met tranen in de ogen. Dan denk je eigenlijk van ja, er is geen woord aan geloof. Het is namelijk echt zo. Maar weet je, als je het niet deelt, als je het niet laat weten aan de mensen om je heen. Dat jij eigenlijk profetisch op hun in wilt spreken. Dat je dat al doet. Dat jij hun leven brengt voor de troon van God. Weet je, dat zijn allemaal zaden. Die kunnen ontkiemen bij mensen. Waarom doet hij dat? Waarom bidt iemand voor mij? Wie ben ik? Nou, jij bent Gods schepping, hij houdt van jou. Wij, onze woorden, die hebben zoveel kracht. Onze woorden hebben zoveel kracht. En ik denk dat het nog weer een goed moment is om, wat we net ook deden, om gewoon straks nog weer even tweetallen te maken. Andere tweetallen dan net. En dat we opnieuw ons afstemmen op die geest. De geest van de waarheid, de geest van wijsheid. En dat we gewoon de tijd nemen om te horen, hey, Heer, wat wilt u zeggen tot deze persoon? Dat we luisteren naar wat God te melden heeft. Aan jou en aan mij op deze middag. Ik heb er al een hele mooie boodschap meegekregen. Maar God wil ieder van jullie vandaag zegenen. Met woorden specifiek voor jou. Dus stel voor dat we dat nu even doen. Gewoon weer kort een moment pakken. Om, God uit te nodigen, om te spreken. Dus ik zou zeggen, kom even in beweging. En dan zal ik voor jullie en voor ons bidden.